Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, benadrukt dat de regering niet bezig is drugs te legaliseren. Hij zei dit vandaag in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet na de wijziging van de wet verdovende middelen in openbare commissievergadering. Bouva maakte de opmerking naar aanleiding van opmerkingen van verschillende leden als zou de regering met het wetsontwerp drugs willen legaliseren. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rocher Hopkinson, heeft namelijk gepleit voor het legaliseren van industriële hennep. Deze plant zou voor verschillende doeleinden, waaronder medische redenen, gebruikt kunnen worden. Dat de Nationale Assemblée niet werkt aan een wet, en dat zeg ik niet alleen naar u, maar ook naar de gemeenschap toe die volgt, aan een wet om cannabis te legaliseren voor het gebruik als marijuana. Voor de massa vindt dat ja, de mouwen smokken en dat soort zaken. Dat is waar we absoluut niet mee bezig zijn. Maar er wordt met deze inspanning een poging getroffen om in elk geval in het kader van de internationale verplichtingen waar we aan gekoppeld zijn en waar we aan verbonden zijn, de zaak juist zodanig te reguleren dat wat verboden is, verboden blijft. Het voorstel is: verbied bij wet cannabis. En cannabis betekent dat je verbiedt die sativa, je verbiedt die indica en je verbiedt die rodalis. Met uitzondering van die gevallen die wij hebben genoemd in, als alles goed zit, het artikel 2a, welke veelal een competentie is van minister LVV. Lid Marinus B. vroeg wat duidelijkheid over het verbouwen van industriële hennep. Volgens B zou de regering, alvorens zij overgaat tot het verbouwen van hennep, eerst moeten kijken naar de verbouwing van onder andere cassave en rijst. B benadrukt dat hoewel de regering deze plannen nog niet succesvol heeft afgerond, zij wilt overstappen naar industriële hennep. Hij geeft ook aan dat Suriname in de wereld nog steeds niet gelinkt wordt aan cassave en rijst. En nu gaan we een beetje rijst doen. Een beetje kokos, want er is potentie. Een beetje cassave, we worstelen daarmee. We promoten toerisme. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben geen één van ze succesvol kunnen afronden. Om te zeggen van, hiermee kan je het land Suriname associëren. En nu komen we met industriële hennep. En ik ben niet technisch deskundig wat dat betreft. En de voorzitter, de deskundigen hebben aangegeven, ja, maar wat we willen doen, verschil van marihuana. Dus zij die denken van, ja, oké, we gaan hier industriële hennep doen. Dus marihuana de sosono. Maar als ik kijk naar die controle, die controleinstituten, de wetgevingen, dat betekent dat er toch een gevaar schuilt achter het verbouwen van hennep. Marinus B., lid van de Nationale Assemblée, die vanmiddag duidelijkheid vroeg over de industriële hennep tijdens de openbare commissievergadering in de Nationale Assemblée.